Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag. En dat betekent een nieuwe week en een nieuwe week vlog. You know. Ik zit in de auto te wachten tot de bus gaat, want ik ben veel te vroeg. Maar ze hadden het lastig ingehad. We moeten een tijdje rijden vanaf Stammer deze bus halte. We moeten specifiek deze bus halte pakken. En het kan 20 minuten rijden zijn, kan een kwartier. Soms 10 minuten. Ligt aan het verkeer. Ja, ik te vroeg. En het is een slecht weer. Echt, my god. Het is gewoon storm. Het is gewoon storm, jongens. Oké, nee. Ja, ik zie er niet echt heel work-worthy uit. Maar dat klopt omdat ik veel te lekker in bed lag met Stan. En er niet uit wilde. Dus toen heb ik maar snel mijn tanden gepoetst. Nee, dit is toch niet te menen. Ik heb gewoon een dikke vette buis op mijn kin. Ik voelde me al lelijk. Hè? Maar dit is echt... Oh my god. Ja, nou. Hoe is jouw maandag? Goed. Laten we maar snel bedekken zo. Ik ga naar werk. Het is deze week eindelijk geen stageweek meer, dus... Ik ga meteen dagen werken op maandag en vrijdag deze week. That's the life. Hoe laat is het nu? 9:15. Hij gaat om 20. 5 minuten wachten. Hallo allemaal. Het is inmiddels avond. Ik ben thuis van sporten. In ieder geval gaan we nog boksen op werken. Dat was top. En ik ben lekker in de douche geweest. Lekker skincare routine gedaan. En ik heb mijn lekkere pak aan. Ik ga nu naar Stan toe, maar ik ben morgenochtend weer vroeg thuis. We gaan dus samen slapen en ik heb morgen vrij, want ik werk alleen en is het nu 2 dagen in de week. En die peus hier kan ook nog steeds echt niet. Oh my god. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik ben vandaag lekker een dagje vrij, want ik werk nu maar part-time. Ik heb dit als outfitje aan, fully white, top van Chiquelle, broek van Chiquelle, blazer van Naked. Ik heb vanochtend een video opgenomen voor Xenos samen met Anna. Maar ik was helemaal druk in de weer. Dus ja, ik heb daarvoor nog niet kunnen vloggen. Ik heb echt zoveel leuke items gekregen van Anna. Want zij heeft zeg maar voor mij geshopt. Dus gekregen van Xenos, maar zij heeft voor mij geshopt. Echt zo leuk dat iemand anders een keer voor je shopt. Want dan ga je toch andere dingen... Ja, bestelt hij toch andere dingen als je zelf zou doen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Allemaal leuke dingen voor mijn nieuw huisje. In Amsterdam ook heb ik nog geen huis. Maar hè, laten we dat even negeren. Ik ga vanmiddag... Het is nu 2:30. Ik heb net heel vroeg geëdit. Alles staat online en is opgestuurd. Dus dat is top. En ik ga vanmiddag zo meteen even met mijn moeder een koffietje doen in Alfa. Daar is je nu, dus daar ga ik zo meteen heen. Dus ik ga heel even nog wat laatste dingetjes doen. En... Ja, verder heb ik gewoon vrij. Het is nog zo raar om de dagen voor me te zien dat ik gewoon vrij heb of zo. En ook geen school, dus dat is best wel raar. Ik ben gewoon aan het werk. Tussenmiddag had ik een leftover lasagne van gisteren op. Van een lekkere creamy groente courgette lasagne. Echt, I'm in love. Dat is wel lekker. Een hele fresh recept, echt top. Ik wil altijd iets zeggen, maar ik weet niet meer wat het is. Dus, nou ja, het zal wel. Ik heb lekker mijn witte bondjas aan en een leuk blauw tasje erbij om het allemaal het wit een beetje op te breken. Ik ga nu naar Alphen toe en lekker een koffie doen met mijn moedertje. Nou, helemaal gezellig. Koffie gedaan met mijn moeder. En zo toevallig kwam 2 oude vriendinnetjes tegen van de middelbare school. Echt zo gezellig. Dus ik heb even nog een uur met hun staan kletsen. Dus dat was echt helemaal leuk. Zo spontaan en... I love it. Ik vind het zo gezellig. Dus nou, even weer bijgekletst. Hoe het met hun is en zo is altijd leuk. Dus ja, ik ga nu weer naar huis. En ook natuurlijk even mijn moeder gezellig bijgekletst. We hebben even alles besproken voor mijn 21 dinner. Dus allemaal leuke dingetjes. En ik ga naar huis. Oké, het is inmiddels avond. Ik heb lekker gegeten. Ik heb me omgekleed. Bikinietje. De loungepakkie. En ik ga naar Almond gaan in de jacuzzi. Helemaal gezellig, lekker met de meiden. Echt, ik hou van deze lounge set. Hoe pretty.
Oké, we zijn lekker in de jacuzzi geweest. En we hebben echt 100 jaar in Anne Johan in bed gechilled. En merci gegeten. En nu ligt er een poepvlek. En nu gaan we weer naar huis. Ja, ja. Ik zeg dat wij 3 uur in bed hebben gelegen. Ja. Echt? Hey, dat kan gewoon. Gadver, is dit het? Ja. Dat is zo gedaan. Ew, Anne, heb het zo beet. Morgen gaan we sporten, hè, met de girls. Ja. Nina, onze fit girl, die gaat ons alles uitleggen. Ze heeft al deze vol zat. Nee. Lekker. Is het helemaal vol? Ja. Nee. Wijnglas en thee. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb net lekker gesport met Nina en Anne. Nina is helemaal de fit girl bij ons. En ze heeft allemaal fucking leuke dingen uitgelegd. En helemaal alles gedaan en zo. Dus we gaan nu wat vaker met elkaar sporten. Helemaal leuk. Ik sportte wel zelf vaak, maar ik deed meer cardio puur om af te vallen en zo. Maar zij heeft echt wel... ik hoef niet per se heel veel meer af te vallen nu. Dus nu gewoon wat spieropbouw. Heel leuk. Ik werd op een gegeven moment alleen gemisselijk, want ze een scoopje genomen. Ik wil wel kotsen. Maar goed. Ik heb vandaag 1 jaar en 4 maanden met Stan. Dus vanavond gaan we lekker uit eten. We wilden eigenlijk gewoon sowieso weer uit eten. Want nu zijn alle dingen en zo natuurlijk weer open. Dus dat is wel leuk. En we gaan lekker bij Kokosai eten in Amstelveen. En dan gaan we ook even naar de Bijenkorf en wat winkeltjes bezoeken. Dus dat is helemaal leuk. Het is nu 3 uur al. I know, slow starting of the day. Slow start of the day. Maar ik heb ook geëdit en zo, dus op zich prima. Dus ik ga nu naar huis, ga ik lekker douchen klaarmaken. Ga ik een samenwerking filmen. En dan... Talk to me girl. Oh. I love this music. Maar ik ben nu waar ik zei, ik ga doei. Oké, ik heb even lekker gedoucht. En ik wil even wat leuke producten laten zien. Dit is overigens geen samenwerking, want daar kreeg ik de vorige keer comment over van wow, wat voor samenwerkingen, maar ik wil het gewoon graag laten zien. Het is weer van Babor en I'm fucking obsessed. Ik heb een eye makeup remover, want die is bij Stan op. Dus die ga ik lekker bij Stan neerzetten. Dat is altijd chill. Ik heb hier dus ook een face cleaning voor onder de douche. Die heb ik ook en die vind ik echt heel chill. Dus deze gaat lekker naar Stan. Dan heb ik een lip booster. Super benieuwd. Oh my god, this looks very, very fancy. Hoe werkt het dan? Oh, dat komt hier eruit. En dan... Oh, wat grappig voelt dit aan. Het is ook een beetje koud, die ijzeren. Voel je het zo over je lippen? Beetje masserend. Ik haal altijd van lipproducten echt kent. Have enough. Dit gaat meteen weg. En dan een Awakening Eye Cream. Ik heb dus geen oogcremetje meer. Dit komt goed van Pools. Ja, een Clean Formans Awakening Eye Cream. Ik weet nooit zo goed wat met eye cream moet. Oh, onder je ogen. Lekker verfrissend. Nou, dit is altijd top. Dit is altijd top. Oké, ik ben helemaal ready. Het is super leuk. Plus affiche in. Broek van Chiquelle. Schoenen van Naked. Tas van Naked. En mijn haar was een beetje vet. Dus ik heb gedoucht. Maar ik heb het nu zo strak naar achter met een clipje gedaan. En dan een beetje zo. Dus dan valt het niet heel erg op. Zo aan mijn make-up gedaan. Love it. Oh, wat zijn jullie lekker uit eten. Love it. Helemaal gezellig. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Het is 8:30. Ik ga lekker sporten met de girls weer om 9:00. Dus dat is helemaal chill en lekker. Ik heb vaak veel spier bij gisteren, maar we gaan gisteren wat benen billen gedaan. Nu gaan we buik, armen. Dus ik ga even een koffietje nemen. En dan lekker sporten. Gisteren uit eten met Stan was echt zo fucking gezellig. En heel lekker. Oh, ik heb last op mijn oog. Het is dus nu 8:45. Even een koffietje. En dan lekker sporten.
Girls. We zijn een beetje op tijd klaar. Ga ik nog editen. Middag op de week vlog online. En ik ga vanmiddag een mukbang filmen. Ook leuk. Oké, ik heb lekker gedoucht. Ik ga me nu opmaken, want ik ga een video filmen. Yay! Love filming videos for you guys. Dus ja, bijna 1:30. En ik heb het koud. Ik ga even jas aan doen. Oké, ik ben helemaal ready. Ik heb mijn haar lekker gefeund. Opgemaakt. Oudje. En ik ga nu Anne ophalen. Het is helemaal gezellig om elkaar te filmen. Nou, wij hebben net de mukbang opgenomen. Wat een drama. Wat een drama. We zijn hoe vaak zijn we door de McDrive geweest? 3 keer. En we hebben 4 bestellingen. Ja, we zijn 3 keer door de McDrive geweest. Eerst al een vraag. Nee, ik ga niet zeggen trouwens. We zijn 3 keer door de McDrive geweest. 4 bestellingen hebben we in totaal. Dat is echt niet normaal. Ik zit echt bomvol. Ik denk dat ik vanavond niet meer kan eten. Ik ook niet. Ik ga niet meer eten. Maar dat is prima. Maar kijk, de mukbang, ik denk dat het heel grappig is. Vooral dat voorstukje, hoe we er doorheen gaan. Ja, het was zo ongemakkelijk. Het was zo ongemakkelijk. Maar dat was wel echt heel leuk. Maar wij gaan nu even naar de wasstraat. En naar de Hema. Naar de Kruidvat. Even ons leven organiseren. Ja. En dit wordt, ja. Kijk, nu is dit helemaal beslagen. Voor. Even de volle. Nou, adieu. Nou, wij staan even in de wasstraat. Zo, wat ruik je? Slootwater. Ja, wat is het van auto? Nee, ja, of het komt van je auto af. Nou, ze gebruiken gewoon slootwater. Oh, nou, lekker dan. Chill, jongen. Dit vind ik altijd zo leuk. Kan ik dit doorsturen? Ja, delen. Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het zo leuk, gewoon. Maar je auto had echt nodig, dan is het lekker. Zo, mijn auto had echt nodig. Dan word je helemaal blij. Waar is je telefoon? Nou, hun stellen dan een bepaald programma in dan of zo. Ja, hun klikt gewoon op het programma die jij hebt gekozen. Oh. Leuk. Ugh. Oh my god, wat zat hier raar? Is dat heel raar? Zo beter. Nou, in ieder geval, ik ben thuis al een tijdje. Ik heb net een beetje gewerkt. En ik ben echt kapot. Dus ik ga in bed liggen en chillen en Netflixen. En helemaal niks doen. Ik weet even niet hoe ik moet liggen. Ik moet nog editen. Maar dat ga ik vanavond doen. Ja, het was echt een leuke dag. Leuke mukbang. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag alweer. De laatste dag. Het beeld is heel raar. Wat is dat? Oké, dit is beter. Clipjes uit. Mijn haar ziet er niet uit, maar werk ligt dus de Dyson Steltang. Oh, nou, het ziet er best wel goed uit. Maar werk ligt de Dyson Steltang. Daar wil ik mijn haar mee gaan krullen. Ik heb dit ding er niet op. Mijn pluis. Mijn pluis gaat erop. Het is me in. Oké, dat het beter geluid is. Vanavond hebben we een soort feestje. Dat afscheid van de stagiairs. Het gaat lekker drankjes doen. En pizza bestellen of zo. Of eten bestellen. I'm famous. Nee, dat was gewoon stand. Dus dat is helemaal gezellig. En daarna heb ik wellicht nog een feestje. Ik ben er niet zeker. Nou, ik ga er wel naar. Heb ik vandaag al. Ik heb de vlog al geopend volgens mij. In ieder geval, ik ben nu op kantoor aangekomen en ik heb echt het beste pakket ooit! De Dyson! Oh, ik ga niet aan het laten zien. Nou, trouwens, maakt niet uit, want dan gaat hij toch weg. Ik filmen zo het adres. Oh, ja. Dus ik zeg, maar maakt niet uit, dan gaat hij toch weg. Moet mij filmen nu? Ja, dan ben ik een grapje. Oh, sorry. Maar ik heb een hele leuke samenwerking met Dyson en het is een steltang. Maar hier komt nog een reel over. Maar ik ga even unboxen. En ik ga vandaag je haar krullen ermee. Ja, dat wil ik ook. Want je kan er ook mee krullen. Ja, je kan echt alles ermee. Wacht, ik moet hem even een goede setup maken. Oké. Okay.
Het is er. Het is echt zo met al mijn spanning af. Oh, dit is die, die hoes of zo. Ja, klopt, die doos. Oké. Dit is de doos. Ja, die krijg je van. En daar kan die dus ja, in. En dan kan je daaronder de oplader doen of zo. Of niet? Ja, klopt. Oh ja. Maar die oplader is wel heel groot. Ja, dus dit is meer, want hij is ook draadloos. Ja. Dus dan kan je hem daar. Wel een mooie doos. Chic. Ik mocht hem ook gewoon van Roemen neerzetten. Ja, omdat het gewoon mooi uitziet. Omdat het er mooi uitziet. Ja. Zo. Awesome. Wat een doze, holy crap. Hey, moeder van. Wij laten die lopen. Oh my god. Oké. Dit ding is zwaar, holy shit. Ik denk dat dit hem is. Oh, hij heeft hier. Oh, hij heeft ook zo'n. Zo'n rolmatje dat je op kan leggen als hij heet is. Heel nice. Dit is hem dan. What the fuck. Maar dit gaat helemaal mee bewegen met je haar of zo. Ja, toch? Je kan ook zo doen. Voel je net. Oh ja. Het deukt helemaal in. Maar ik denk dat je ook echt ziek snel krullen mee kan ja, maken. Ja, je moet zeg maar eerst je vliegtuigstand eruit halen. Oh. Dit. Dat moet altijd eruit. Nee, dat is meer voor. Dat doe je gewoon één keer. Oh, voor dat jij of gaat stel je gaat reizen of zo. Ja, als je gaat reizen, dan doe je hem voor de zekerheid. Dan weet je van, dan gaat hij niet ja, aan. En dan druk je hier gewoon. Maar hij is nu bijna leeg. Oké, ja, dan moeten we hem even opladen. Maar hij kan wel één keer. En dan nu gewoon even een minuutje wachten en dan is hij warm. Je hebt ook zo'n handig matje erbij. Wacht, ik ga één krul bij maken. Ja. Vanavond gaat ze het echt goed krullen. Dat is leuk. Ja. En dit is de oplader. Oh, jij hebt niet heel dik haar. Nee, ik heb totaal geen dik haar. Totaal niet. Het is echt een heel ander geval dan bij mij. En wat is dit? Daar kan je hem inzetten. Zetten? Ja. Zo. Oh, opladen. Dat je hem altijd gewoon in een oplader hebt staan. Oké. Hij is warm. Niet. Ja. Als je hem zo doet. Ik zie het niet. Oh, sorry. En dan trek je hem zo eruit. Is hij nu gewoon al warm? Oh, wacht. Dit ging niet helemaal goed. Het zit er nou uit dat je geen HomeKit accessoires hebt ingesteld. Oké. Okay. Met slimme apparaten, zoals lampen, sloten en thermostaten, aansluiten via de woningapp. Je hebt klithaar. Klopt. Dat had even moeten kammen. Dit gaat ja, dat heb ik. Oh, dit gaat nog niet helemaal goed. Hebben we een borstel hier? Ik doe het zo meteen, want anders dan ziet het er niet uit. Maar hebben we een borstel hier? Jawel. Oh, dit is de oplader, denk ik. Het is echt een unit. Oké, ik ben nog even aan. Het lijkt wel een koelkast oplader. Oh, jezus. Vanavond kan je alles zien. Ja. Oh, zie met iets. Nou, dit is wel een goede op zich. Nou, ik zie het echt niet. Maar doe maar even zo, ja? Dan gaan we vanavond even goed doen. Want ik wil niet met half krubbelen. Mooie wijn. Kijk! Ja. Zie? I love it. Je hebt wel echt een mooie wijn gemaakt. Ja. Hey. Cool. Ik weet eigenlijk niet of ik het al had verteld, maar we moeten dus uit dit kantoor, maar... Maar we hebben wel al een nieuw kantoor gevonden, in ieder geval Meer NC, there is the girl. En volgende week gaan we verhuizen, dus we zijn nu bezig met... Packing. Oh, packaging the stuff, everything. En Laila die is echt... Ja, lekker bezig. Hé schat, ben je lekker alles aan het slopen? Goed door. Hier, hier zit er een box op de kachel. Oh, hij is niet aan. Hij was nat. Met die zonnebril. Ja,
gaan lekker borrelen met de girls. Woe! Ik heb lekker een borrelplan gemaakt. En we hebben prosecco en lekker, we hebben stelts. Helemaal chill. Je handen op. Wel veel te meer wel je handen op. Alsjeblieft. En we poppen op. Waar poppen we op? Op Habs. Op Habs. Ja! Zie, wat doe je nou? Avond. Huh, hij zoomt in, help. Oh. Ik ga nu. Ik hou van je. Ja, zoals jullie weten is Saar de vlogcamera vergeten, want ze was helemaal van de kaart. Dus ik neem het even van haar over. Ik heb, oké jongens, ik heb letterlijk niet geslapen. Gewoon 0 uur. Dat zie je ook wel aan mijn kop. Volgens mij is echt het vorige beeld dat ik nog in de avond hier was. Leila is bij mij. Wacht, draai hem even om 1 seconde. Leili. Leila. Zeg eens hoi tegen de vlog. Zeg eens hoi tegen de vlog. Ja. Kijk eens wat ze kan, jongens. Leila, poot. Poot. Oké, toch niet. Leila. Robin, mijn huisgenoot, heeft lekker geholpen met schoonmaken. In tegenstelling tot jij, Saar. Fatou, ik weet dat je lekker aan het uitslapen bent. Verdien je, je werkt fucking hard. Ja, kijk, wij hebben dus net al deze dingen in vuilniszak gedaan. Roman heeft de wc's gewoon gemaakt, fucking lief.
Dit ziet er gewoon echt super netjes alweer uit. Het enige kutte is de vloer. Alleen die wordt er door de nieuwe huurders uitgehaald. Dus het boeit niet dat hij goor is. En verder vind ik het er wel eigenlijk helemaal cleany uitzien. Alleen dit kussen moet hier nog. Maar that's it eigenlijk. Dus dat was het, mensen. Ik weet niet wanneer Sarah de kofferkamer gaat ophalen. Maar tot die tijd heb ik hem. Want anders hebben jullie geen vlog. Oké, doeg. Alright guys, ik ben mijn vlogcamera vergeten op kantoor gisteren. Superdom. Dus heb ik maandag pas weer. Dus de weekvlog wordt verder op de telefoon. Maar hoe leuk. Stan en ik hebben net bij Tets een Valentine's... Een Valentine's box opgehaald. Heel leuk. Dus kan je dus bestellen op Valentijn. Kijk, 14 februari. Helemaal leuk. Dus dat krijg ik nu om er eens uit te proberen. En er zit allemaal lekkernijen bij. Even kijken. We hebben dus gewoon een sapje. Lekker. Gewoon een hele champagnefles. Wat de hel. Wat is dit? Het is in de mood. Dit mood, die mok die goed. Oh my god, wat is dit allemaal? Leuke mok. En dit is het eten. Ik ben even benieuwd, want je moet het lekker allemaal opwarmen. Het is allemaal super vers. Oké, hier heb je dus een nieuw pakketje voor pancakes. Hier een lekker yoghurtje en een croissantje. En gepocheerde eitjes met zalm. Wat lekker. Oh my god, guys. Besef dit even. Hoe lekker. Wat goed. Love it. Helemaal leuk. Nou, meer heb ik net eventjes super aardig een oplader van de scooter gebracht. Ja, ja. En wat heb ik nog meer gebracht? Make-up. Het gaat echt... En je ux. Het gaat regenen. Ja, dit gaat wel leuk. Leila moet echt per se nu kakken. Anders gaat ze het binnen doen. Dus ik moet haar nu meenemen. Maar ze is helemaal hysterisch. Kijk wel. Dus het wordt wat. Maar ja. Ja, je kan dus niet echt chill je tosti eten als je een hond in huis hebt. Leila, laat Roemer eens even gewoon lekker zijn tosti eten. Ze dus weet wat erop zit, hè. Plakjes, ja, worst. Plakjes worst. Kom maar, Leili, kom maar. Oh, wat een dropje. Ja, ik wil dus nu even tukken. Ik hoop dat ze een beetje normaal gaat doen. Dus ze wil gewoon heel graag die tosti eten. Alright, het is inmiddels avond. Ik heb me opgemaakt. Ik moet alleen nog mijn ogen en mijn mascara en zo doen. Ik heb dit leuke topje van Naked aan. Zo'n leren blouse met deze broek. En ik doe mijn blauwe das erbij. Leuk. Dus ik ga nu naar Anne. En dan gaan we gezellig eten met elkaar. Ja? Goedemorgen. Ik ga zo meteen boksen met Merel. En dan gaan we lunchen met een vriendin. Wandelen met Leila. Maar dat feestje op kantoor... Wat ook met Saar was, daar ben ik nog steeds niet van bijgekomen. Oh, hier zit nog verpakking mee. Want ik had die nacht niet geslapen. Ik zou eigenlijk dus vannacht super goed moeten slapen. Maar ik weet niet waarom, maar het lukt gewoon niet. Dus dat was echt fucking kut eigenlijk. En Leila, die was bij de oppas. Dat is de moeder van Merel. Echt super lief. Maar ja, die is dus nu terug en die wilde s'nacht gewoon ook uit om 8:30 om uitgelaten te worden en al die dingen. Dit gaat niet werken. Om 10:00 moest ik op kantoor zijn met Merel om nog even nog een beetje op te ruimen. Vuilniszakken weg te brengen en zo. En dan ga ik ook nog een beetje wandelen met Lara en dan gaan we daarna naar de boksen toe. Dus ja, het is wel echt een hele leuke dag, maar ik voel me gewoon nog een beetje verkrijgd eigenlijk. Maar Leila vindt die olie dus lekker, dus dan gaat ze mijn gezicht likken. Niet doen, Leila. Niet doen. Oh, dat vind ik zo goor. Ik probeer Leila dus in een bench te laten slapen, maar dat... Dat gaat echt voor haar meter. Jezus, wat zie ik eruit zeg. Oh, wat erg. Oké. Ja, het zal wel. Zoals je ziet is het bijna opgeruimd. Leila gaat nu naar buiten. Want die is heel erg irritant. Holy fuck. Ik ben helemaal rood door het boksen. Het was wel echt heel leuk. Leila die was echt veel te lang alleen thuis. Of alleen thuis, alleen op kantoor.
Dus ik ga er nu over uitlaten en dan gaan we naar Barboni om te lunchen. Super lief, want Saar en Oshi en Jasmijn en Roan, alle stagiairs, die hebben ons zo'n cadeaubon gegeven vandaar. Dus gaan we nu lekker lunchen samen. Nou Saar, je bent vast jaloers. Kijk eens. Lekker. Lekker. Meer is net klaar met boksen. Hoe voel je je? Ja, ik voel me lekker. Okay, doei. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Vloggen op mijn telefoon is zo weird of zo, I don't know. Ik ga lekker uit eten. Helemaal omgekleed. En ja, ik heb vandaag niks gedaan. In ieder geval, dat is niet waar. Ik heb bij Anna een soort feestje opgeruimd geholpen. Gisteren hadden we een feestje bij Anne en daar heb ik vandaag help opgeruimd, want het was helemaal uit de hand gelopen en lagen overal bierflesjes. Ja? Oh, ik ga even naar beneden. Zie je met dit of dat? Ja. Slaap lekker. Hallo allemaal, het is inmiddels maandag. Ik heb gehoord dat Cecile jullie een beetje heeft meegenomen met haar weekend. Dus het was eigenlijk een soort mini vlog takeover. Omdat ik zo dom was om het dus met mijn camera op kantoor te laten liggen. Maar het is weer maandag en ik ben er weer. Dus ik heb hem weer. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet me zeker niet te supporten op mijn YouTube kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!